Welkom, vandaag laat ik je de Blitzreport-functionaliteit voor Oracle EBS zien. Blitzreport is beschikbaar in het EBS-navigatiemenu en je kunt er hier ook bij via dit Excel-pictogram. Zo kun je het Blitzreport-scherm openen en het rapport dat direct daarvoor werd uitgevoerd openen. Om het te starten, klik je op de Startknop en dan opent het Excel-bestand. Het Excel-bestand is voorgeformateerd. De eerste regel is vast en de autofilter is ingesteld, zodat je meteen met de gegevens kunt beginnen te werken. Je kunt ook je eigen layout schablonen maken. Bijvoorbeeld als je alleen specifieke kolommen in het rapport wilt zien, kun je de kolommen zo selecteren en herschikken en de volgende keer dat je een rapport uitvoert, alleen deze kolommen die je hebt geselecteerd. En je kunt ook extra layouts toevoegen. Bijvoorbeeld het maken van draaitabellen aan de rechterkant. Je kunt de bedragen groeperen op transactieklasse en transactietype. Laat me alle transactiebedragen vinden. En dan Wanneer je het rapport uitvoert, heeft het uitvoerbestand een extra draaitabelblad in de werkmap. Dus hier zie je nu dat we de draaitabel van de gegevens hebben en op het eerste blad hebben we de gedetailleerde gegevens. En in dit Excel bestand kun je extra aanpassingen aanbrengen. Dus bijvoorbeeld kun je je eigen layouts maken met alleen de standaard Excel functionaliteit. Je kunt dus elke standaard Excel functionaliteit gebruiken, bijvoorbeeld het cirkeldiagram of je kunt een slicer invoegen. Om het meer interactief te maken voor de valuta. Zoals dit. En dan kun je dit layout-schabloon opslaan. Laat me het opslaan en uploaden naar de Blitzreport. En Blitzreport zal dat layout onthouden en het uitvoerbestand altijd in dezelfde stijl genereren. Dus nu is het geüpload naar het schabloon en we kunnen het opnieuw uitvoeren. Laten we het rapport opnieuw uitvoeren voor een andere datum. Laten we zeggen 2009. Hier zie je dat je de status runnend en zodra het voltooid is, opent het uitvoerbestand. Dus dit was het oude bestand en nu hebben we het nieuwe bestand met nieuwe gegevens. Dus hier hebben we nu een S van 2009. Dit was heel basic, maar we kunnen natuurlijk meer wijzigingen toepassen. Dus als je bekend bent met Excel, dan zijn er veel layout functionaliteiten. Laat me dit dashboard runnen met het nGenetics logo als voorbeeld. Elk rapport kan meer dan één schabloon hebben en elke gebruiker kan hun eigen schablonen maken en die kunnen gedeeld worden met andere gebruikers en ga zo maar door. Dus dit is een meer geavanceerde layout. Ook op het gegevensblad kun je bepaalde layoutwijzigingen toepassen. Je kunt kleurmarkeringen toepassen, je kunt ook subtotalen hebben en dergelijke. En hier hebben we extra pivots, bijvoorbeeld pivots per klant en pivots per verkoper. En in dit rapport laten we aannemen dat we het rapport nu alleen willen zien voor de grootste klanten hierbovenaan, zoals SmartBuy enzovoort. Dus dan kunnen we de lijst met klantennamen kopiëren, laten we zeggen vanaf hier. En dan kunnen we deze waarden die we uit Excel hebben gekopieerd gebruiken als parameterbeperkingen voor het rapport. Dus we kunnen het gewoon kopiëren en plakken vanuit Excel, zoals dit. En nu draait het en opent het uit voor bestand weer. En dan, dan draait het precies voor deze grootste klanten alleen met die layout. Dus dit is de layout functie en er is ook een integratie met Oracle standaard formulieren. Dus je kunt bijvoorbeeld de blitzrapporten koppelen aan Oracle standaard formulieren. En een van de meest populaire integraties is om van de journaals naar de details van de subledger transacties te gaan. Laten we aannemen dat we willen zien crediteuren dagboeken en we willen de subledger transacties zien bijvoorbeeld voor dit journaal van 9,5 miljoen. We kunnen op dit Excel icoon klikken en dan selecteren we het rapport dat we willen draaien. In dit geval het rekeninganalyse rapport en het blitzrapport neemt de parameter value voor de batch en de journaalnaam direct van het Oracle scherm zodat je het rapport kunt draaien voor het record dat je momenteel open hebt op het Oracle scherm. En we hebben een mooie hiërarchie die de bedragen in de rekeningshiërarchie weergeeft. En op het eerste blad hebben we de details. Dus hier hebben we alle gegevens die eerst uit de GL komt, bijvoorbeeld je grootboeksegmenten en dan de bedragen. En vervolgens hebben we meer gegevens die van de subledger table komen. Dus verder naar rechts hier hebben we bijvoorbeeld het factuurnummer, de factuuromschrijving, factuurdata en betalingsmethoden. En verder naar rechts hebben we dan het leveranciersnummer en leveranciersnamen. Dus dat is het soort drill-downs dat kan worden toegevoegd aan elk standaard Oracle-formulier. Standaard wordt het hulpmiddel geleverd met ongeveer 500 rapporten, afkomstig uit verschillende delen van de Oracle e-business suite. We hebben ook integraties met veel van de standaard Oracle-schermen, zoals deze. Maar als ontwikkelaar kun je ook je eigen rapporten maken op basis van een SQL-query. Dus als ontwikkelaar moet je een knop instellen en dan zie je hier het instellingen scherm. Daar is de rapportnaam en de SQL query en parameterdefinities. Om een nieuw rapport te maken voer je gewoon de rapportnaam in, laten we zeggen AP test, en dan kun je de SQL query invoeren. En dan uh, kun je de query uitvoeren en het genereert het Excel bestand, zoals dit. Dus dit is nu de output van de query van AP leverancier. Het is dus heel heel snel om nieuwe rapporten te genereren op basis van een SQL query, wat een van de voordelen is voor ontwikkelaars. En we hebben ook, dit ging tot nu toe allemaal over rapportage, ook een upload functionaliteit. Dus je kunt, als je de gegevens in ABS wilt wijzigen, in plaats van webaddie te gebruiken, Blitzreport gebruiken. We hebben verschillende upload objecten, bijvoorbeeld PO Requisition upload, en dan kun je eerst selecteren wat je wilt doen. Of je nieuwe records wilt maken of wilt je updaten. En dan kun je selecteren omdat ik heb gekozen om te maken of updaten. Kun je het datumbereik van de bestaande aanvragen die we willen aanpassen selecteren. Dan voeren we deze upload uit. En het genereert een Excel-bestand dat nu kleurmarkeringen heeft. De grijze kolommen zijn alleen lezen, de gele kolommen zijn verplicht als we nieuwe records maken. En de witte kolommen kunnen we bijwerken. Dus bijvoorbeeld, nu zouden we kunnen zeggen dat we de Hoofdbeschrijving willen bijwerken naar een andere waarde en omdat het Excel is, kunnen we dit voor meer dan één record tegelijk doen. We kunnen ook nieuwe records maken. Het snelst zou zijn om gewoon de bestaande regels te kopiëren en te plakken, maar we kunnen ook handmatig records maken door de gegevens zo in te voeren. Dus we hebben hier een lijst met waarden voor de verschillende kolommen. En we bieden dezelfde functionaliteit of validatie die je zou hebben op het standaard Oracle-gebruikersscherm. Wat hebben we verder nog nodig? We hebben bijvoorbeeld een inventarisartikel nodig. Dus hier bijvoorbeeld de voortruck en dan nemen we er maar één. En de behoeftedatum zou bijvoorbeeld 1 januari 2025 zijn. Oh, dat is geen geldige datum. 1 januari 2024. Dat zou beter moeten zijn. Misschien met een koppelteken. Ja, dat werkt beter. Oké, okay, dus zodra we de gegevens hebben ingevoerd, kunnen we deze opslaan en dan zouden we het hele bestand naar de server uploaden, zoals dit. En dan uh, wordt het verwerkt op de server. Dus doet de API-oproep of de open interface populatie en voert het open interface proces uit. En omdat het alles in bulk op een server verwerkt, is het veel sneller dan web of andere tools. En nu zien we hier het resultaat van de update en creatie. Dus de creaties zijn mislukt zoals we hier zien. We zien de foutmeldingen, maar de updates zijn gelukt en nu zouden we bijvoorbeeld deze foutmeldingen hier in Excel kunnen corrigeren en dan het bestand opnieuw uploaden. Dus dat was een korte introductie van blitzweep.org. Er zijn nog veel meer functies, zoals bijvoorbeeld een vervanger van de financiële rapportgenerator of een supply chain hub specifiek voor productieklanten. Neem contact met ons op als u meer wilt zien. Bedankt voor het kijken.